stoel van Marije Langelaar. Ik stond naast een tafel en het verontrustte mij dat ik zo alleen was. En opeens hoorde ik het kloppen. Erg zachtjes weliswaar, maar iets maakte zich kenbaar. Het was zo subtiel dat ik moest knielen. Zo vond ik de stoel. En ik raakte het hout zoals je een tong raakt. Ik legde mijn vinger in een nerf. Het begon onmiddellijk te schemeren en dieren stonden om ons heen. Inmiddels was ik al niet veel groter dan een speldepunt en innerlijk dronken. De stoel zond mij zijn gedachten, vrij technisch, maar gevolgd door het ruisen van bomen. Voor even, een seconde of drie, werd ik stoel. Het was zalig. Zalig, dat hout in mijn wervels, de klop in mijn been. Een bestaan zonder bloed of gedachten. En stil te staan, eeuwig. En opgetild. En altijd die functie. En een innerlijk waaien, van bomen afkomstig. Je kan het gedicht van Marije Langelaar terugvinden in het boek dat ik samen met Jeroen maakte, Woorden temmen 2. Het boek is opgebouwd als een lichaam. We hebben eigenlijk bij elk lichaamsdeel een gedicht gevormd. Zoals je het hele boek leest, heb je een lichaam geconsumeerd, zeg maar. Stoel is een enorm pijnlijk en tegelijk sprookjesachtig gedicht, vind ik. Die eerste regel is God verlaten. Ik stond naast een tafel en het verontrustte mij dat ik zo alleen was. Iemand die zich zo eenzaam voelt, dat hij contact legt met de stoel die aan die tafel staat, heeft iets heel hartverscheurends, vind ik. En tegelijkertijd wordt er contact gezocht en gaat er een hele sprookjesachtige wereld open. Er wordt een vinger in een nerf gelegd en tijd en ruimte barsten open en bevindt het lyrisch ik zich opeens midden in een bos en dieren. En ze wordt eigenlijk, of hij, ik weet niet of het een hij of een zij is, ik zeg zij omdat ik het zelf heb gelezen, wordt opeens jaloers op die stoel bijna, op het bestaan van die stoel. En dat vind ik een heel macrocosmisch idee of zo, om je dan in je pure eenzaamheid te verbinden met het hout waaruit een stoel bestaat. Het is een heel groot gevoel dat alles verbonden is, zowel de boom als de stoel, als degene die erop gaat zitten of ernaast staat. En het is ook grappig. Ik vind het een heel geestig gedicht. Wat vind je er grappig aan, Charlotte? Het zit hem. Het is heel moeilijk om humor uit te leggen. Ja. Het zit hem, denk ik, voor mij in de lichtheid die erin zit. Bijvoorbeeld het regeltje. De stoel zond mij zijn gedachten. Ik zie dan bijna zo een soort tovenaar die met heel streng oogcontact een lepel wilt laten bewegen of zo. En dan komt er achterna, vrij technisch, maar je weet wel, ze probeert zo een heel absurde situatie eigenlijk heel aannemelijk te maken, door dat soort dingen erbij te doen. En dat vind ik heel geestig. Ja, dat herken ik wel, want het is eigenlijk iets heel erg heftigs en absurds eigenlijk wat er beschreven wordt. Maar hoe het is opgeschreven maakt het juist een soort hele normale anekdote van wat ik gisteren al meemaakte. Dat vind ik zo knap aan dit gedicht. Maar die hele intense soort van alles is één, alles is verbonden ervaring, heb je dat ooit zelf zo gevoeld? Ik voel het heel erg door dit gedicht. En dat vind ik een heel krachtige ervaring van de tekst. Ik weet niet of ik zo meteen iets wat ik zelf heb meegemaakt, of bijvoorbeeld een landschap waar ik mij in bewogen heb. Ik weet niet of ik het zelf zo ervaren heb, maar ik denk nu als ik dit gedicht ken en gelezen heb, dat die verbondenheid ook wel iets is dat je in de vingers kan krijgen en waar je naar op zoek kan gaan. Dat vind ik er heel spannend aan. En als jij een object zou mogen kiezen waarmee jij samen zou zijn of een tijdje doorbrengt,
wat voor een object zou je dan kiezen? Een object of een dier? Nee, een object. Een object, ja. Net als een stoel of misschien een meubelstuk om het makkelijker te maken. Ja, ik zou een bed kiezen. Ik vind dat ze heel verleidelijk beschrijft, de klop in het hout en het bloed en de gedachten van een stoel, maar het lijkt mij toch nog altijd een beetje onbuigzaam. Dus ik zou voor het donzige, het verende, het zachte van het bed kiezen om in te versmelten. Ik vind dit een heel mooi gedicht ook, Charlotte. Vooral die slotregel. Een innerlijk waaien van bomen afkomstig. Dat is bijna jaloersmakend, hè? Dat iemand zoiets kan schrijven. Ik ben daarom ook wel benieuwd hoe jij daar zelf als dichter tegenaan kijkt. Als je dit leest. Stel nu dat je in je eigen poëzie een metamorfose centraal zou stellen. Heb je dat al wel eens gedaan? Zou je dat willen doen, mede geïnspireerd door wat je hier leest? En hoe pak je dat dan aan? Ja, ik denk als ik één gedicht zou mogen stelen uit alle poëzie die ik ken, waar ik dan zo heel geniepig mijn naam onder mocht zetten, dan zou het misschien wel dit gedicht zijn. Ik vind het zo goed gedaan. Ik heb zelf, probeer ik altijd een soort, ik gebruik veel dieren bijvoorbeeld in mijn gedichten. Dus ik heb onlangs bijvoorbeeld iets geschreven over een stokstaartje die wordt opgenomen in een groep vosmangoesten. Dus ik zit meer in een soort dierenrijk dan echt in het antropomorfiseren van objecten. En misschien is het een leuke uitdaging om het eens niet met dieren te doen, maar met een voorwerp. Dus ik ga zelf ook een oefening maken, denk ik. Ja, dat is ook heel mooi. Dat is ook een van de dingen die we in het boek Van Kop tot Teen met Charlotte van den Broek en Jeroen Dera uit de reeks woordentermen doen. Wat we ook zien gebeuren in het boek 24 uur in het licht van Kila en Babsi, ook uit de reeks woordentermen. Poëzie-doeboeken noemen we ze ook wel, waarin we niet alleen lezen en nadenken over wat we lezen, maar ook uitdrukkelijk kijken naar wat je zelf zou kunnen schrijven. Dus het creatief schrijven als component van het lezen van poëzie en andersom. Als je dat leuk vindt om te doen, om je daarin te verdiepen, dan kunnen we de boeken natuurlijk van harte aanraden.